Eindelijk. Eindelijk is het zover. Eindelijk is het herfst. Heel veel fotografen en zeker landschapsfotografen zullen het eens zijn met mij. Een van de meest geliefkoosde periodes van het jaar. Oké, het is dan wel officieel de herfst, maar het ziet er nog allemaal groen en fris uit. Maar dat kan op elk moment veranderen. Een beetje regen, een storm en de scène verandert al helemaal in een herfsttafereeltje. Vandaar dat ik dacht, laat ik een aantal compositie-ideeën, maar ook tips en tricks delen met je over camera gear, camera settings en post-production. Zodanig dat je zeker bent van deze herfstperiode en kan genieten van je foto's. Laat ik dit nog even toevoegen. In een volgende vlog zal het evenwel nog gaan over zomerfoto's. Dus we kunnen nog even genieten van de zomervakantie. Maar daarvoor moet je natuurlijk hier rechts onderaan abonneren en op die notificatiebel drukken. Dan weet je wanneer ik die video zal gepost hebben. Maar nu terug naar het hoofdonderwerp van vandaag. De herfst die eraan komt. Nu, vele landschapsfotografen of fotografen in het algemeen zullen het eens zijn met mij en gaan het liefst gaan fotograferen tijdens de herfstperiode. Als je herfst uitspreekt, denkt iedereen aan de zeer contrastrijke, vele kleuren, warme kleuren van een bos bijvoorbeeld. Maar denken daarbij evengoed aan reflecties in het water, aan een meertje en dergelijke meer. Dus dat zijn prachtige foto-opportuniteiten die we in dit seizoen hebben. En ik weet, het is af en toe slecht weer, maar ook dat kan in ons voordeel spelen bij herfstfotografie. De zon die komt laat op, gaat vroeg onder, dus je hoeft al niet zo vroeg op te staan op onmenselijke uren om een zonsopkomst of een zonsondergang te gaan fotograferen. Anderzijds, de zon zit tamelijk laag, dus je kan daarvan gebruik maken tijdens een bosfotografie om bijvoorbeeld zonneharpen te gaan fotograferen in een bos. En we weten het allemaal, het is vaak vochtig weer, we hebben meer kans op mist, we hebben meer kans op ochtendtouw en dat gebruiken we natuurlijk ook het liefst in onze landschapsfoto's. Wat mist, zachte zon, een ideale combinatie. Nu, dat zijn de meest voor de hand liggende voordelen om in de herfst te gaan fotograferen. Nu, qua ideeën, er zijn tal van ideeën. Iedereen denkt dus aan bosfotografie, de typische herfstkleuren gaan fotograferen. Uiteraard heel mooi, maar we kunnen combinaties gaan vinden of op andere locaties even goed gaan fotograferen bij zacht licht. En dus dacht ik, laat ik een aantal compositie-ideeën met jullie delen. Maar dat is natuurlijk niet exhaustief. Heb je nog andere ideetjes? Laat het dan weten hier in het commentaarveld onderaan. Ik heb het even op een speakbriefje geschreven. Zoals gezegd, mist en dauw, ja, dat gaan we nu meer en meer gaan tegenkomen. En dat kunnen we gemakkelijk gebruiken in onze fotografie. We kunnen dus 's morgens op pad gaan en dus een aantal foto's gaan trekken met de typische dauwdruppels op blaadjes, op bloemen, noem maar op. Dus een zeer voor de hand liggende foto. Een tweede voor de hand liggende fotoreeks die we kunnen maken tijdens de herfstperiode zijn natuurlijk de paddenstoelen. Je hebt ze in alle geuren en kleuren en je kan ze op verschillende manieren gaan fotograferen. En misschien moet je eens denken aan wat gloeiende paddenstoelen. Ik maakte er vorig jaar nog een vlog van. Ik zet hier rechtsbovenaan een linkje naar die desbetreffende vlog. Nu, je kan natuurlijk in het bos gaan wandelen en meer op zoek gaan naar detail, minimalistische, soms abstracte foto's door in te zoomen op bepaalde structuren. Zelf ga ik deze foto-challenge aan en zal er ook een vlog van maken en zeker posten. Terug een reden om hier rechts onderaan te abonneren. Maar uiteraard, die abstracte of minimalistische foto's kunnen over alles gaan, zolang je maar deze herfstkleuren terugbrengt in je foto. En ik weet het, het weer zit niet altijd mee, maar ga zeker eens op pad als het geregend heeft. Dat geeft meer crunch in de foto's, je krijgt meer kleur en je kan straks bij de camera gear, zal ik je nog een aantal tips meegeven om die contrasten nog meer te laten oppoppen in je foto. Maar het hoeft niet altijd bosfotografie te zijn. Je kan even goed op wandel gaan en langs een weide een eenzame boom zien staan in een weidelandschap met een paard bijvoorbeeld bij ochtendtouw. Het zijn prachtige foto's te trekken. Je krijgt dat zachte licht. Foto's die waard zijn om aan je muur te hangen.
Nu, in de lente gaan we vaak macroshots of detailfoto's gaan trekken van kleurrijke bloemen. Waarom niet in de herfst een verdord bloempje gaan trekken? Die hebben meestal van die textuur en kunnen een heel verhaal vertellen. Misschien leguber voor de een, maar zeker ook een ideetje waard om te exploreren. En tot slot mogen we de beestjes niet vergeten in de herfstperiode. Het is nu het moment om spinnen te gaan fotograferen of spinwebben te gaan fotograferen. Trouwens, dit jaar zijn er extra veer naar het schijnt. Maar ga terug op zoek naar spinnenwebben, 's morgens vroeg met wat ochtendtouw en druppeltjes. Prachtige foto's. Daarmee stopt het niet. Er zijn ontzettend veel ideeën. Laat ook jouw idee weten hier in het commentaarveld. En nu wil ik je mijn tips meegeven qua cameragear en camerasettings. Dus laat ik beginnen met het cameramateriaal dat ik heel specifiek tijdens de herfstperiode gebruik. Nu, wat heb ik altijd mee tijdens de herfstperiode? Dat is zeker een lampje. Hier heb ik nu een LED-lampje dat ik zelfs de kleurtemperatuur kan veranderen en de lichtsterkte. Want in een bos, als je bijvoorbeeld paddenstoelen gaat gaan fotograferen, dan kun je best een fix lamp gaan gebruiken om wat bij te lichten en wat mood te creëren. Nu, dit is een semi-duurdere versie, kost zo'n 70 euro, maar dat heb je helemaal niet nodig. Je kan het even goed met een lampje zoals deze van 20 euro of zelfs met je iPhone wat gaan bijlichten. Terug, dat is die vlog over de gloeiende paddenstoelen. Dus dat heb ik altijd bij om eventueel bij donkere plekken wat te gaan bijlichten. Daarnaast, wat heb ik altijd bij, zelfs in de zomerperiode, het is zodanig dun en licht dat ik het eigenlijk constant in mijn camera bag heb, dat is gewoon een vuilniszak. Want je gaat al gauwer laag bij de grond gaan fotograferen, wat macro shots maken en dan is dit wel nuttig om je kleren niet extra vuil te maken als je in een modderige omgeving moet werken. Dus dit zit er ook altijd stevast in mijn camerabag. Daarnaast heb ik natuurlijk altijd, en het zit even vast, een tripod. Dit is hier nu de Gorilla tripod, die je op verschillende manieren kan installeren. Maar uiteraard, jullie weten het, mijn favoriete toestelletje of tripod, mini tripod voor macro shots, is de Platypod. Die ik ook al eens heb toegelicht in een vlog. Ook daarvoor zal ik hier bovenaan een linkje zetten. Dus dit zijn mijn instrumenten die ik altijd meeneem op fotowandelingen. Uiteraard neem ik ook de grotere tripod mee als het wat donkerder wordt. Maar nu staan jullie op deze tripod. Dus, maar dit zijn klein materiaal, gemakkelijk om mee te nemen. Dus heb ik altijd bij, zeker in de herfst. En tot slot, wat heb ik nog mee aan extra cameramateriaal voor de herfstperiode? Dat zijn filters. Niet zozeer de graduele ND-filters of ND-filters voor long exposure. Uiteraard, als ik aan zee ben, dan gebeurt dat al eens dat ik deze bovenhaal. Maar heel specifiek voor in de herfstperiode gebruik ik de polarisatiefilter. Niet alleen om de blauwe hemel wat contrastrijker te maken, maar ook om de kleuren in het bos of de bomen of de structuren wat meer te laten crunch krijgen, wat meer te laten oppoppen door een polarisatiefilter op je lens te schroeven. Nu, dit is hier misschien wel een ideale gelegenheid om de polarisatiefilter te gebruiken. Om de glans, de weerkaatsingeffecten op het water wat te neutraliseren. Nu, de polarisatiefilter kan ons helpen om doorheen het water in sommige gevallen te kijken. Maar ik denk hier in dit geval, ja, het is al troebel water. Ik denk dat het weinig zou helpen op dat vlak. Maar in ieder geval de glans wat te neutraliseren. En zoals gezegd, na een regenbui ga eens in een bos gaan wandelen. Ga die contrastrijke bomen gaan fotograferen met die kleurrijke bladeren die nat zijn. Die zijn al zeer contrastrijk. Misschien ga je de glans wat met de polarisatiefilter kunnen neutraliseren, maar alsnog die contrast benadrukken. Maar probeer het ook eens zonder polarisatiefilter en kijk wat je het mooiste vindt.
En welke tips kan ik je meegeven voor de camera settings tijdens de herfstperiode heel specifiek? Zoals gezegd, de zon zit lager dan normaal en ga eens in de richting van de zon schieten, maar zorg dat de zon wat bedekt wordt door een boom of wat bladeren. Knijp je aperture helemaal dicht, zet hem dus op een stand F13 of F16, hoger zou ik niet gaan, want dan krijg je vervorming. En dan zul je zien dat je die zonneharpen en zelfs een zonburst met die typische streepjes zou krijgen. Ik toon hier even een voorbeeld uit een vlog van vorig jaar. Nu, je kan heel veel tweaken in post-production, dus qua settings moet je niet veel veranderen. Maar wil je toch in JPEG-formaat fotograferen om je foto direct te kunnen posten op social media? Wel nu, zet dan de witbalans op donker of cloudy, zodanig dat je eigenlijk al wat meer kleur krijgt, wat meer warmere tinten gaat krijgen in je foto. Probeer het uit en je zal zien welk effect het geeft. Nu, de voordelen om te fotograferen tijdens de herfst is natuurlijk dat je gedurende de hele dag kan gaan fotograferen. Alleen word je soms geconfronteerd met het feit dat je een heel dynamisch bereik in je foto gaat krijgen. Met andere woorden, je hebt delen die heel donker zijn en delen die heel licht zijn. Hoe kan je dat beste oplossen? Wel, trek eens een HDR-foto, een High Dynamic Range-foto. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig. In je camera settings ga je instellen dat je 3 foto's of meerdere foto's gaat trekken met een stop minder belicht of onderbelicht, een stopje overbelicht en eentje juist zogezegd goed. En die 3 foto's ga je samen gaan voegen in Lightroom of Photoshop tot 1 foto. En dan heb je geen problemen meer van clipping en dergelijke meer. Nu, dat waren dan enkele ideeën qua compositie, tips en tricks over camera gear en camera settings. Maar ik heb nog een aantal ideetjes die ik met je wil delen in zaken post-production. Of met andere woorden, het gaan bewerken van de foto's in Lightroom of Photoshop. Maar daarvoor moeten we in de studio zijn. Ben je er nog? Bedankt dat je er nog bij bent. Misschien even op die like-button drukken. Dan neem ik ondertussen de iPad. Heb je gedrukt? Prima, dankjewel. Nu, hier in de studio wil ik je een aantal tips en tricks meegeven in Lightroom om mooie herfstfoto's te kunnen creëren, die typische gouden kleuren van de herfst. Maar dat hoeft niet per se in Lightroom te gebeuren. Dat kan in gelijk welk nabewerkingsprogramma gebeuren. Nu, ik hou het vandaag simpel met 3 simpele tips hier in Lightroom. Heb je evenwel behoefte aan meer diepgaande tutorial in Lightroom? Laat het dan weten hier in het commentaarveld onder. En we kunnen kijken of we nog een tutorial specifiek over het gebruik van Lightroom kunnen maken. Maar nu gaan we in Lightroom zelf kijken. Maar laten we nu deze foto gaan bewerken. En de eerste tip en trick, de meest simpele tip en trick die je kan meegeven, is: hier heb je een foto met een aantal basisbewerkingen die ik al deed. Maar we kunnen natuurlijk de eerste truc om de kleuren te gaan oppoppen, gaan spelen met de white balance. Zoals daarnet gezegd, in de camera settings, als je in JPEG fotografeert, dan kan je de white balance op schaduw gaan plaatsen en krijg je al meer die warmere kleuren. Je kan natuurlijk verder gaan tweaken door aan de temperatuur slider zelf op en neer te schuiven om meer koelte te creëren of meer warmere kleuren. Maar vergeet ook niet de kleurtint, want als je die verschuift, dan krijg je al wat meer groen of magenta. Zoals altijd, overdrijf niet, laat het even liggen en kom 5 minuten terug. Nadien terug om je foto te bekijken of dat die nog altijd even mooi is. Nu, een tweede tip die ik je mee kan geven is het bewerken van de kleuren zelf, de individuele kleuren gaan bewerken. Moeilijk? Helemaal niet. Je gaat verder in kleur en je kiest kleurmix. En je ziet daar de verschillende basiskleuren in je foto, gaande van rood, oranje, geel enzovoort. En je hebt 3 schuivertjes die je kan gaan bewerken, zijnde de kleurtoon, verzadiging en luminantie. En met deze 3 schuivertjes kan je individuele kleuren gaan bewerken en zeker die kleuren van de herfst laten oppoppen.
En hier heb ik diezelfde foto bewerkt met de kleurmix. Laten we kijken welke kleuren ik individueel heb aangepast. Zo heb ik bij het rode niks gedaan. Maar daar zie je direct al de kleurtonen. Hier was het een tamelijk neutrale, groenkleurige foto. Maar ik wou dat gouden, dat gele in die foto juist gaan laten oppoppen in die foto. En ook het groen wat donkerder maken, zodanig dat ik tussen die twee kleuren wat meer contrast kreeg. Maar uiteraard, dat is smaakgebonden. Dat doen jullie zelf door met de schuivertjes op en neer te gaan. En hoe doe je dat beste? Wel, je kiest de kleurtoon bijvoorbeeld en je zoekt de extremen op en je ziet dadelijk in je foto wat er verandert en wat nu impact heeft van deze schuivertjes. En op die manier kan je de verschillende nuances gaan inbrengen. Het kan een tijdje duren, maar dat is juist de fun ervan om die foto's zodanig aan te passen dat je er een prachtige foto van kan maken. Nu, een derde en laatste tip die ik wil meegeven in Lightroom is het Orton-effect. Het Orton-effect kan je op verschillende manieren bekomen. Je hoeft dat helemaal niet in Photoshop te doen. Je kan dat even goed in Lightroom tweaken op een heel eenvoudige manier. Nu, wat is het Orton-effect? Het Orton-effect is dat typische dromerige beeld, wat mistige beeld. Je foto zal minder scherp overkomen, maar de lichtere delen worden zo mysterieus weergegeven. Hoe doe je dat? Wel, onder effecten kies je of ga je spelen met helderheid en nevel verwijderen. Uiteraard niet te extreem gaan zoals ik hier nu deed, maar op die manier creëer je meer dat dromerige beeld. En je ziet, de foto wordt iets minder scherp. Meestal compenseer ik dat met wat meer textuur in de foto. En op die manier heb je dat typische dromerige beeld in de herfst gecreëerd. Dit waren ze dan, mijn tips en tricks om foto's te gaan trekken in dit mooie seizoen, de herfst. Ik hoop dat je er in ieder geval iets aan hebt gehad. Laat het weten in een commentaarveld en met het duimpje omhoog. En ik zou zeggen, trek erop uit, geniet van de natuur, geniet van de herfst. Ik zie jullie graag terug op een volgende vlog of tutorial. En zeg zoals altijd, bye for now!